Ik ben Acacia en vandaag gaan we kijken naar de stijlvolle multiblender Square van Aspersions. Als we de multiblender uit de verpakking halen, dan zien we hier de blender zelf. Het zesvoudige hardstalen mes waar je zelfs ijs mee kan crushen. Het maatbekertje en de vierkante glazen blenderkan met een inhoud van 1,6 liter. Hier zien we vervolgens nog een handleiding. Als we de blender van wat dichterbij bekijken, dan zien we hier helemaal bovenaan het maatbekertje. Nou, dit is natuurlijk de deksel. Aan de binnenkant zien we de messen. Dit is natuurlijk de vierkante blenderkan met hier zien we de maataanduiding aangegeven. Nou, hij is vierkant en dit is heel erg handig, want hierdoor kunnen de ingrediënten continu terugvloeien naar de messen en dit zorgt voor een egaal resultaat. Hier zien we vervolgens het verlichte tiptoetsbedieningspaneel. Hiermee kan je kiezen voor voorgeprogrammeerde blendprogramma's, zoals een smoothie of een cocktail. Ook kan je hier handmatig kiezen voor de langzame of de snelle stand. En hier helemaal bovenaan kan je hem ook nog uitzetten. Aan de onderkant zien we nog het opbergvak voor de kabel. Met het maatbekertje kan je vervolgens het mes er eenvoudig uitdraaien. Dan ga ik nu een lekkere smoothie maken van bevroren bosvruchten en lekkere verse sinaasappelsap. Nou, ik haal eerst de deksel eraf. Ik doe de bosvruchten erbij. Daarna doe ik de sinaasappelsap erbij. Daarna druk ik natuurlijk de deksel weer goed aan. Nou, ik zou je nu eerst even de cocktailstand willen laten zien. Dat was de cocktailstand. Daarbij zag je dat hij gebruik maakte van verschillende intervallen, waardoor je een heerlijke cocktail kan maken. Maar ik wil natuurlijk een smoothie, dus ik zet hem op de smoothiestand. De blender is klaar en als resultaat zien we hier een heerlijke smoothie. Het handige aan deze vierkante blenderkan is dat je gewoon uit één van de hoeken kunt schenken. Zo, dit is mijn heerlijke smoothie. De glazen blenderkan is wel wat zwaarder dan een kunststof variant. Je kunt kiezen uit wel 7 voorgeprogrammeerde programma's. Hierdoor weet je zeker dat je altijd de juiste stand hebt voor bijvoorbeeld een milkshake. Vind jij het belangrijk dat je een blender voor verschillende doeleinden kan gebruiken en dat hij hierbij zelf de juiste interval en de juiste snelheid kiest? Dan is de Multiblender Square van Aspersions voor jou zeker de juiste keuze. Wil jij hem bestellen? Ga dan naar blenderstore.nl of bij je. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review!